Sinterklaas komt dit jaar niet met de boot of paard naar de gemeente Zuidplas. Door het vervelende coronavirus moet de Sint zich verstoppen op een geheime plek. Maar is deze plek wel zo geheim? Een journalist wil wel heel graag een foto voor in de krant van Sinterklaas maken. Gelukkig, we zijn er. Niemand heeft ons gezien. Nu even kijken of de burgemeester al online is. Zo, dan gaan we eerst maar eens de cadeautjes verstoppen. Ondertussen sluipt de journalist stiekem naar binnen. Hij denkt, als ik nou help met cadeautjes verstoppen, kan ik gelijk kijken of ik een foto van Sinterklaas kan maken. Huh? Hoe dan? Maar de hoofdpiet heeft hem al snel door en stuurt hem binnen buiten. Inmiddels is de burgemeester online. Sinterklaas, wat fijn u weer te zien. Dag burgemeester, ik vind het ook geweldig om u eens even te zien. Wel niet helemaal in levende lijven, althans niet, ik kan u niet eens de hand schudden. Maar wat vind ik het ontzettend fijn om de burgemeester van Zuidplas weer eens te ontmoeten. Geweldig. Geweldig, fijn u ook weer te zien. En geloof me, ik besta echt als burgemeester. Ja. Nou, dat geloof ik ook. U ziet er ook echt als een burgemeester uit. Hoe heet zo'n ketting ook alweer die u om heeft? Oh, u bedoelt deze mooie ambtsketen. Juist, dat heet een ambtsketen. Ik vind het een geweldig mooi ding. Ja, met het mooie wapen van de gemeente Zuidplas erop. Het is schitterend. En u ziet ook mijn achtergrond, Sinterklaas. Ja. Want kinderen van Zuidplas hebben heel, heel erg veel tekeningen voor u gemaakt. En zo. Dit zijn de eerste tekeningen die ik allemaal naar u en aan Piet ga overhandigen. Om van de kinderen, dat ze allemaal wel weten dat alle kinderen van Zuidplas ook dit jaar weer aan u gedacht hebben. Nou, dat zelf ik hier ook nog prachtige tekeningen. Ik laat er wat zien, Sint. Geweldig zijn ze, zeg. Oh, mooi, die is ook heel mooi. Ja, dat is prachtig, prachtig. Ze hebben echt ongelooflijk hun best gedaan. Ze hebben zeker hun best gedaan. Ik zie ook achter u hangen ze allemaal aan de muur. Ik vind het fantastisch. Wat zijn ze mooi. Ik zag er net een van Joep en een van Jeroen zag ik er al bij. En die van Sanne. Sanne. Geweldig. Leuk hoor. Ja hoor, daar is die van Lisa. En die van Marit zag ik al. Geweldig. Goh, het gaat maar door, burgemeester. Hoeveel heeft u er al? U heeft hopelijk postzakken met cadeautjes, maar ik heb postzakken met tekeningen. Geweldig. En ik heb genoeg zakken om ze allemaal weer mee te nemen naar Spanje. Kijk, geweldig, Sinterklaas. Dat komt goed uit. Nou, leuk. Ik hoop dat u nog veel succes heeft met al die tekeningen, want ik vind ze hartstikke leuk. Geweldig. Nou, ze komen uw kant op. En Sinterklaas, ik was wel een beetje nieuwsgierig, want heeft u ook mijn verlanglijstje misschien gezien? Een burgemeester, burgemeester toch. Heb ik u wel eens een jaartje overgeslagen? Burgemeester, wees u daar maar niet bang voor. Alle kinderen van Zuidplas mogen hun schoen zetten. En ja, er is weer cadeautjes voor iedereen. Dat is, vinden de kinderen fantastisch, want die hebben zo ontzettend uitgezien, Sint. En die vonden het zo spannend om te zien of u dit jaar Nederland wel aan zou doen. Vanwege corona, vanwege tekort aan kolen, vanwege... Nou, zegt u het maar. Er was grote zorg bij de kinderen of u het zou redden. Dus ik ben ontzettend blij u vandaag hier in levende lijven achter het scherm te zien. En dat u gezond en wel hier bij ons bent. Ja, geweldig. Wat leuk om te horen. Nou, het viel inderdaad niet mee met dat COVID-19 coronavirus. Wat zijn we er toch allemaal druk mee. Hè? Anderhalve meter, onze handen wassen. En dat is een gedoe hoor. Moet ik steeds die handschoenen uitdoen. En dan wassen en dan weer aandoen. Ring weer omdoen. Nou ja, u weet er alles van hè. U was uw handen vast ook stuk. Ik was mijn handen stuk en ik hou goede afstand.
En ik was alleen nieuwsgierig, Sinterklaas. Hoe doet u dat nou met dat mondkapje, met die prachtige baard? Oh, dat is geen probleem. De Pieten hebben voor mij een speciaal mondkapje gemaakt, wat ik gewoon kan dragen. Het zit alleen niet achter mijn oren, want dat vind ik niet zo lekker zitten. Dat gaat ook een beetje, ja, hoe zal ik het zeggen, een beetje irriteren. Dus het gaat helemaal rondom mijn hoofd. Maar ja, leuk is het natuurlijk niet, maar belangrijk is het wel. Ja, Sint, dan heb ik ook vanuit de gemeente Zuidplas een speciaal Zuidplas mondkapje voor u. Kijk. Met Zuidplas. Ik kon het niet verstaan toen u dat kapje op had. Kon ik u niet goed horen. Ja, dat is ook altijd wat, hè, met die mondkapjes. Maar we hebben een mooi Zuidplas mondkapje voor, speciaal voor u. Geweldig. Ik zal hem vol trots zal ik hem dragen. De gemeente Zuidplas, een speciaal kapje voor mij. Nou, dat komt goed hoor. Dat gaat wel lukken. Ik zal nog even laten zien hoe wij de anderhalve meter hebben geregeld. Dat vindt u misschien ook wel interessant. Heel interessant, Sint. U kent de staf wel, hè? Dat is een... Kijk, en we hebben speciaal, hebben we hem op anderhalve meter ingesteld. Dus als mensen te dichtbij komen, dan prikken we even zo in de buik. Hoe vindt u dat? U heeft dat heel, heel slim gedaan. Ja. U heeft hem daarmee ook altijd de anderhalve meter staf bij u. Wij kunnen de anderhalve meter garanderen. En dat prikken in die buik, nou ja, dat doen we natuurlijk niet heel hard, hè. Dat gaat even met een vriendelijk prikje van, let eens even op jij. Fantastisch, Sint. En ik hoop dat u dus samen met de Pieten heel veel werk te doen heeft de komende weken. En heel veel mensen, en vooral kinderen, heel erg blij en gelukkig gaat maken. Dat is zeker de bedoeling. We gaan iedereen weer blij maken, net als andere jaren. En we zijn blij dat we weer in Zuidplas mogen komen. Welkom, Sint. Dank u wel, burgemeester. Voor nu moet ik u even gedag zeggen. We gaan er weer even van tussen, want u zult begrijpen, het zijn drukke dagen in Zuidplas. En ik wil nog even zeggen, ook tegen u natuurlijk, dat u tegen alle kinderen van Zuidplas kunt zeggen, vergeet die schoenen niet te zetten, hè. U heeft al aan mij gedacht, want kijk eens wat ik al vandaag van u ontvangen heb. Heel fijn, heel hartelijk dank. Een ontzettend lekker boterletter van een hele lekkere bakker. Dank u wel. Stad, geniet er lekker van met het hele gezin. En dan gaan we nu even zwaaien. Hè. Tot de volgende keer, hè, burgemeester. Tot de volgende keer. Dag. Dag hoor, tot ziens. Dag. Ook de kerstverse kinderburgemeester Anne Lamotte verwelkomt Sinterklaas in de gemeente Zuidplas. Leuk hè? Vind je het leuk dat ik er weer ben? Ja, ik wel. Ja, nou het was een heel gedoe hè, om hier te komen. Helaas wel ja. Al die corona, wat een gedoe. Hè? Heb je wel je handen gewassen? Even kijken, ja ze zijn schoon. Nou dan mag je beginnen hoor. Nou, kom maar op met je vragen. Heeft u ook mijn verlanglijstje gelezen? Zeker heb ik jouw verlanglijstje gelezen. Jazeker, maar ik ga nog niet verklappen wat je krijgt, hè? Nee, daar zeg ik niks over. Oh, jammer. Jammer, hè? Ja. En waar is dan zo snel? Bedoel je dat mooie witte paard? Dat mooie witte paard, ja. Vind je het een mooi paard? Ik vind het een hartstikke mooi paard. Ja, ik ben ook zo blij met O zo snel. Die brengt me overal. Dus, Maar het paard is na zo'n lange reis altijd moe. En moet dan echt even rusten. Dus het paard staat, mag ik ook niet verklappen, maar even op stal in ieder geval. Ach, die arme journalist. Het lukte maar niet om een foto te maken van de Sint. Geniet je er ook van om Sinterklaas te zijn? Sinterklaas zijn is het mooiste beroep wat er bestaat. Weet je waarom? Ja, waarom dan? Nou, wat denk je? Dat je heel veel kinderen blij kan maken. Dat is het. Kinderen blij maken is het leukste wat er is. En grote mensen blij maken is ook leuk. Esther? Nog een fijne verjaardag. Dank je wel. Dag. Dag, dag.
Ah, de hoofdpiet krijgt toch wel wat medelijden met de journalist. Vooruit, hij mag één foto maken. Hij laat hem naar binnen. Maar let op, zegt Piet, 1,5 meter afstand. Met mondkapje is het veilig en, let op, dit is 1,5 meter. Oh, wat is de journalist blij. Voor hem is het een cadeau een foto te mogen maken van Sinterklaas. Een heuse scoop. Het bewijs dat ondanks corona Sinterklaas toch in Zuidplas is. Wat spannend! Zo Piet, ik ga slapen. Ik ben dood en doodmoe. Prima, gaat u lekker slapen, ga ik het dak op, cadeautjes rondbrengen. Goed idee, als je maar voorzichtig doet. Dag hoor. Het was een lange en vooral vermoeiende dag vandaag. Maar gelukkig kwam alles goed, dus nu lekker slapen. Slaap lekker allemaal. Het licht kan uit. Wij wensen iedereen een fijne pakjesavond en vergeet niet jullie tekening voor de Sint in te leveren bij de burgemeester.